Welkom bij een nieuwe episode van Adem. Mijn naam is Whitney en ik ben vandaag jullie host. Voordat we gaan beginnen hebben we even een ademmomentje. Ik tel tot drie en dan gaan we ademen. 1, 2, 3. Yes, vandaag gaan we het dus hebben over vaders. We kennen de stereotypes. We horen vaak van, de zwarte vaders zijn niet aanwezig. Zwarte vaders die zorgen niet voor hun kinderen. Maar kloppen die stereotypes? Wat denken jullie? Ik kijk gelijk in, man. In mijn geval klopt die niet. Ik heb zelf drie kinderen. Ik ben thuis, ben ik gewoon, ook gewoon papa. En als ik kijk in mijn omgeving, hebben mijn vrienden die kinderen hebben, die zorgen ook gewoon voor hun kinderen. Mm-hmm. En het kan zo zijn dat ze niet meer met de moeder van hun kinderen zijn. Ja. Maar dat doet niets af aan de rol die zij nog steeds vervullen, weet je wel. Zij zien zichzelf ook gewoon als, zoals je een alleenstaande moeder hebt, gewoon als een alleenstaande vader. En dat is gewoon wel echt een taak die ze gewoon echt zo goed mogelijk proberen te verdelen met moeder. Ja. Dus, ja. Het klopt volgens jou niet. In mijn omgeving dan, klopt die niet. En dan op basis op je eigen ervaring en wat je dus hebt gezien, dus bij vrienden. Ja. Oké, okay. Ja. Wat vindt de rest? Ik vind het lastig, want een stereotypering is denk ik altijd gebaseerd op waarheid. Maar of het een absolute waarheid is, I don't think so. Eigenlijk wat Vera zegt, ik ken andere voorbeelden, maar tegelijkertijd uit mijn eigen leven heb ik vooral een paar gehad die fysiek in de buurt was, ja. Weet je wel? Explain. Explain. Ik denk dat we dan gaan komen op wat de definitie is van vader. En ja. Volgens mij, in mijn ogen, ben je een zorg, draag je zorg, weet je, ben je een caretaker. Yeah. You provide, whether it's safety or whatever you need, weet je. Ja. Dus in die zin zitten er twee kanten aan die medaille. Oké, dus wat je eigenlijk zegt is van, maar ben je dan opgegroeid met een vader? Ja, kijk, mijn ouders zijn gescheiden toen ik jong was. Mm-hmm. En we gingen dus om de zoveel weken, om twee weken gingen we naar, dus mijn zusje en ik gingen naar mijn pa. Mm-hmm. Maar ja, er is denk ik een verschil in dat iemand echt actief in je leven deelneemt. Of dat hij een afspraak nakomt. En op een gegeven moment had ik meer dat gevoel. Ja. Dus vader bij titel. Ja. En he tried. Really tried, ja. Yeah. Dus no shade, echt niet. Je bedoelt een soort van emotionele afwezigheid? Ik probeer te begrijpen, zeg maar. Yeah. Gewoon zelf als vader zijn. Ja, definitely. Ja, oké. Okay. Yeah. Maar misschien emotioneel voor wat jij nodig hebt, maar niet voor datgeen wat hij kon geven. Dat klopt. Ik denk ook wel dat wanneer we gaan kijken van, nou ja, wat is een vader? Dan kijken we het vanuit onze eigen behoeftes, weet je. Maar een vader is ook een mens, is ook een kind geweest. En die heeft natuurlijk ook zijn eigen voorbeeld wel of niet gehad. Mm-hmm. Dus misschien was dat wat hij gaf wel echt het beste van hemzelf. Ja, grappig dat je dat zegt, omdat we echt letterlijk afgelopen week heb ik een gesprek gehad met mijn mams en mijn zusje hierover. En daar kwam ik ook eigenlijk hierop van, ja, ik weet dat hij gedaan heeft wat hij kon. Mm-hmm. En ja, hij heeft zijn max gegeven, maar ja, it doesn't meet my standards inderdaad. Maar het is, mm-hmm. Ik ben nu wel op een punt dat ik het accepteer, weet je, dat het niet meer een pijn ding is. Ik ben eerder bezig met, oké, hoe ga ik het anders doen? Ik heb zelf geen kids. Ik heb wel een neefje en een nichtje die heel close zijn, waar ik bij betrokken ben. En daar probeer ik het al anders te doen. Weet je? Ja. Even, je zegt ook net van, weet je, de stereotype is dan geen absolute waarheid, maar het is wel gebaseerd op een waarheid. Mm. Maar als we even kijken naar onze eigen soort gemeenschap, hè, hebben wij een vaderprobleem? Ik denk ook dat het een narratief is wat gepusht wordt, man. Ja? Dat wordt zwaar gepusht. Ja? Ja. Jij denkt dat het zwaar gepusht wordt, ja, Christy? Ik zie jou denken. Ik denk wel dat het gepusht wordt, maar ik denk dat het wel belangrijk is om niet te makkelijk voorbij te gaan aan veel situaties waarin dit wel een probleem is. Ik ben zelf wel opgegroeid met een fysieke vader in de buurt, inderdaad. Nou, of hij aan mijn behoeftes kon voldoen, net als bij jou, dat is twee. Maar ik denk dat we hier allemaal aan tafel wel echt een aantal mensen in onze vriendenkring of in onze familie hebben die zonder vader zijn opgegroeid. En dan bedoel ik echt zonder vader, want ik vond het punt, Vierra, wat jij inbracht, vond ik wel interessant. Van wat is eigenlijk de definitie van een alleenstaande ouder? Kijk, ik vind inderdaad, als je als ouders niet meer bij elkaar bent, maar je hebt wel de moeder of vader van het kind waar jij op kan terugvallen om bepaalde dingen samen te regelen voor het kind. En als je het kind wel samen opvoedt,
ja, ben je dan echt een alleenstaande moeder? Ik vind een alleenstaande moeder ben je echt als je het helemaal alleen doet. Ja. Dus dat is inderdaad ook wel een beetje tricky, want wat is dan inderdaad de definitie van alleenstaand? Wat is de definitie van echt afwezig? Daar heb ik soms nog een beetje moeite mee. Maar goed, om terug te komen op mijn punt. Ik denk zeker dat het iets is wat gepusht wordt. Net zoals zoveel eigenlijk andere negatieve stereotyperingen wanneer het om zwarte mensen gaat, helaas. Maar ik denk wel dat het een probleem is. Want kijk, als ik zelf dus om me heen kijk, hè, ik ken weinig andere mensen van andere etniciteiten en culturen, waarbij er wordt gezegd, ja, mijn vader had 20 kinderen of mijn vader had 12 kinderen bij verschillende vrouwen. Dat is wel iets wat ik echt typisch alleen bij zwarte mensen zie, helaas. Dus ja, het is iets wat gepusht wordt, maar wel ergens gebaseerd op waarheid. Ja. Luus, ik zie je gewoon, ik voel je. Ik voel je, Luus. Gooi het eruit. Ja, weet je, kijk, ik denk ook gewoon van, ja, op wat voor waarheid? Weet je, ik ben wat dat betreft ben ik wel heel erg rebels. Ten eerste vind ik het wel heel belangrijk dat een kind echt het volle, de volle potentie krijgt van het ouderschap van zowel moeder als vader. Dus laat dat even duidelijk zijn. Tegelijkertijd is er voor mij ook een hele andere visie. En dat kan misschien even een beetje anders klinken. Maar weet je, iedereen heeft in het leven heeft een bepaalde journey. En dat je along the way happened to be a father... Weet je? Ja, dat gebeurt. Maar dat maakt niet dat dat als enigste jouw purpose is. Om vader te zijn van één of meerdere kinderen. Dat je het bent, dat is één van je titels, één van je rollen. Oké. En dan hebben we het over die waarheid. Oké, de waarheid om nu te kunnen zeggen van die stereotypering die is daarop gebaseerd. Van waaruit... Waar stamt het vandaan? Wie zijn waarheid is het? Wie zijn regels zijn het? We kennen culturen waarin bij wijze van spreken sister wives gewoon heel normaal is. Mm-hmm. Waarin het gewoon heel normaal is om meerdere kinderen te hebben bij meerdere vrouwen. Wie zegt dat het goed is of fout is? De definitie volgens mij van die vader is om tegemoet te komen aan die emotionele behoeften van een kind. En ik denk dat het hem daarin zit. Ieder mens... heeft een ander soort behoefte. En we hebben allemaal een verschillende liefdestaal. En de liefde die ik aan mijn kind kan geven... of die een vader aan zijn kind kan geven... dat is zijn liefdestaal. En het kind groeit op met zijn eigen ontvangst en geven. Dus in dat opzicht denk ik... ja, weet je, ik ben niet zo van de... Ik weet wat ze zeggen wel, weet je... dingen zijn gebaseerd op feiten, wetenschap en cijfers en zo... maar wie hebben ze onderzocht? Ik denk wel dat als je... als je bijvoorbeeld uit zo'n omgeving komt waarbij je vader meerdere kinderen heeft... of kinderen heeft bij meerdere vrouwen, bij meerdere partners, sister wives, zoals je het volgens mij net noemde. Maar die vader is zich daarvan bewust... of is zich ervan bewust dat hij al die kinderen nog steeds zoveel mogelijk aandacht en liefde en warmte en veiligheid moet geven. Dat hij daar nog steeds wel bewust mee bezig is. Dat het voor een kind ook heel anders is... dan dat hij gewoon één van de kinderen is. Zonder dat hij ook echt die warmte voelt, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, want ik geloof echt wel in dat concept, moet ik zeggen. Dat concept van sister wives, it takes a village to raise a child. I believe that, maar... Maar we hebben het nu over het kind raise. Ja, precies, we hebben het nu over die rol van vader. Ja. En daar vind ik het wel belangrijk dat hij er is. En niet alleen maar, weet je, in... Want ik ken ook vaders die voldoende financiële middelen hebben. En vinden van, ja, ik draag toch bij. Ja, op papier draag je bij, inderdaad. Ja, dat had ik. Maar ik denk dat het bij mij in het geval was dat ik de keuze heb gemaakt om niet in contact te zijn met mijn vader. Uiteindelijk. Okay. Uiteindelijk, toch? Het was dat mijn ouders sowieso de hele tijd on en off waren. En toen ik 14 was, toen mocht ik zelf bepalen... want hij wou voogdij over ons. Maar in het systeem is het normaal dat de moeder meestal voogdijraad over het kind heeft. Dus toen was ik oud genoeg samen met mijn broer. Toen mochten we kiezen, willen we in contact zijn, ja of nee. En toen heb ik persoonlijk gekozen dat ik dat niet wou. Dus we moeten ook kijken naar welke factoren spelen een rol. Want ik had dan de invloed van nee, ik wil dat niet. En dan is hij niet in mijn leven. Maar...
Maar hij wilde zelf wel. Hij wilde wel. Ja. Maar dan zit er toch best wel zoveel erachter. Want jij zegt, jij wilde geen contact met je vader. Christy en Ivan geven beide aan van, weet je, mijn vader was fysiek aanwezig. Maar als we kijken naar andere zaken, dan niet. En we moeten niet, we kunnen ook naar ervaringen kijken. Maar we moeten inderdaad ook wel naar de cijfers kijken. Weet je, het NJI zegt zelf ook, kinderen met een herkomst uit een Caribische achtergrond hebben 40% wordt opgevoed in een eenoudergezin. Mm. Dat is een feit. 40%, dat is bijna de helft. Mm-hmm. En toch zeg ik daarover, je moet ook niet vergeten dat op het moment dat je dus zeg maar naar die cijfers gaat kijken, hoeveel van de gezinnen, black families, staan officieel geregistreerd als samenwonend. Dus zeker. Kloppen die cijfers dan? En dat was ook mijn, ik dacht van ja, het is ook, weet toch, ik wil niet gaan reden twisten over cijfers, maar hoe ze tot stand komen, hoe ze het gemeten worden, is vaak heel erg bias. Ja, oké. Okay. Maar ik vind wel, dan, weet je, dan is het bias, maar het lijkt ook, ik voel dat we overal dan een soort van reden ervoor hebben. Maar dit zijn ook de cijfers, hè? De mensen die wel geregistreerd zijn. Laten we het daarover hebben. Ja. Dit zijn de cijfers. Laten we het daarover hebben. Ja, daar ben ik het dus wel mee eens. Ik vind dat misschien niet alles even objectief is als we het graag zouden willen zien. Maar dat wil niet zeggen dat we het helemaal moeten negeren. Mm-hmm. En eventjes terugkomend op de situatie die jij schetste. Dus een systeem waarin sister wife zeg maar normaal is. Ik vind dat wel echt iets anders dan wat we dus vaker in black community terugzien. Sister wives, dat is inderdaad een groep gezinnen eigenlijk die bij elkaar wonen en samen een kind opvoeden. Maar dat is denk ik niet de situatie die we vaak in de black community zien. Dat is een situatie waarbij gewoon meerdere kinderen bij meerdere moeders op totaal andere plekken wonen. Soms zijn die moeders ook nog in oorlog met elkaar om het nog erger te maken. Of in oorlog met de vader. Of ze vormen samen een front tegen de vader. Dus dat vind ik wel echt iets fundamenteel anders dan de situatie die jij omschrijft. En ik denk wel dat dat heel veel andere problematiek met zich meebrengt voor opgroeiende kinderen die we dus niet zomaar kunnen negeren, ondanks dat de cijfers misschien niet zo objectief zijn als we zouden willen. Ja, snap ik. Ik weet wat je zegt. Mijn voorbeeld was niet zozeer gebaseerd op het feit dat dat is waar we, de tijd waarin we leven, maar wel gebaseerd op onze culturele herkomst. Dat er wel een gegeven is dat daar waar wij vandaan komen, dat er ook een hele andere cultuur is. En als je dus nu gaat kijken van oké, hoe zou een gezin eruit moeten zien? Op basis waarvan het is op de westerse. Ja, dat is waar. En dat is waar ik naartoe ga. Niet om het feit, het is waar wat je zegt. Er zijn zoveel vaders die kinderen hebben verspreid over verschillende gezinnen. Alleen, waar wij nu, de standaard die wij nu neerzetten, op basis waarvan is die? En gaan wij dus ons meten aan een westerse meetlat eigenlijk? En op het moment dat je dat gaat doen, dan komt ook nog eens een keer het stukje erbij van oké, waar zit dan zeg maar die verantwoordelijkheid van, net als wat je zegt van oké, een vader heeft kinderen verspreid over, de wereld. Een x-aantal vrouwen. Ja. Want aan jullie ook de vraag, want hoe zien wij de vaders in onze gemeenschap? Jij moet wel lachen. Ja. Vertel. Welke vader in mijn gemeenschap? Dat is meer van, ik heb nooit echt een rolmodel gehad daarin. En ook als ik kijk naar mijn vriendinnen, daar zijn ze er ook niet. Maar nog denk ik nog steeds dat als we gaan zeggen het is een stereotype en daar willen wij ons aan houden, dat het een soort van self-fulfilling prophecy is van black man ain't shit en al dat gedoe. Ja. Terwijl je het ook kan breken en denken in educatie of denken in conversaties of collectief ergens aan werken. Ja. Dat denk ik persoonlijk. Ja, ik denk sowieso die educatie daarin is zeer belangrijk. Maar weet je, jij moest net al lachen toen ik zei van hoe zien wij eigenlijk onze vaders in onze gemeenschap? Als we denken aan rolmodellen, wat denken we bij vaders? Ik zie ze heel verschillend eigenlijk, want mijn eigen ervaring is niet per definitie hoe ik de zwarte vader binnen verschillende zwarte gemeenschappen zie eigenlijk. Want ik heb heel veel verschillende vaders in verschillende vormen en rollen gezien. Ik heb bijvoorbeeld een nicht. Nou, zij heeft een band met haar vader waar ik jaloers op ben. Zij kunnen alles met elkaar bespreken. Eigenlijk vanaf zij kind was tot in haar volwassen leven. Haar vader staat altijd voor haar klaar. Support haar in alles. Dat is dan iets wat ik vanuit mijn eigen ervaring niet zo ken.
Maar dat maakt dat ik dus wel breder ernaar kijk dan wat alleen mijn eigen ervaring is. Dus ik vind het heel lastig om die vraag te beantwoorden. Want er is inderdaad niet maar één type vader binnen onze community. Het is zo verschillend dat ik denk dat je daar niet één antwoord op kan geven. Ik denk inderdaad dat het niet eendimensionaal is, weet je. De ene gaat zeggen zo, ja, jouw pa was er altijd, snap je? Laat ik zo zeggen, ik ken een voorbeeld van iemand die is opgegroeid zonder vader. Ja. En op een gegeven moment op volwassen leeftijd stapte hij naar zijn vader toe van, yo. Hij kende zijn vader wel, weet je. En dat zijn vader tegen hem zei, yo, mijn gast, jij kent mij tenminste. Ik kende mijn vader helemaal niet. Gewoon letterlijk niet. Never seen his face. Ja. Dus jij moet al blij zijn dat je mijn gezicht kent, snap je? Dus, dus levels to the shit. En de enige van, jij was altijd thuis, dus goede pa. Maar misschien is die pa heel erg emotioneel afwezig, weet je. Ja. En dan zet je dan weer, dan kijk ik denk ik aan een specifieke Surinaamse vriend van mij. Het is uit met de moeder van zijn kind. Maar hij is heel erg betrokken. Mm-hmm. Snap je? Hij is nog heel erg close met de moeder van zijn kind. Mm-hmm. Weet je? Dus ja, het is niet eendimensionaal. Ik krijg ook het idee, precies wat je zegt. Sorry. Ik krijg ook het idee dat het... Dat het ook een generatieding is. Als in dat we nu ook bezig zijn met... wat willen we voor onszelf? Want de meeste vrienden van mij hebben denk ik een beetje een soortgelijk verhaal als wat ik heb met mijn pa, dat hij er eigenlijk niet was. En als je dan kijkt naar hoe die generatie keek naar ouderschap, naar de pijn die ze hebben meegekregen en die ze dus weer doorgeven, because hurt people hurt people. Zie ik wel verschillen. Ik zie wel dat mensen nu echt... ze zijn er echt voor hun kind, weet je, of het nou op emotioneel of financieel vlak is, of dat het kind gewoon even opgehaald moet worden van school, of weet je, gewoon, ze zijn er wel. Ja. Hele praktische dingen. Ja, denk je dat, want we hebben in een zwarte gemeenschap sowieso verschillende culturen, en ik heb wel soms het gevoel dat de ene groep meer lijdt onder de stereotypen dan de ander. Ik weet bijvoorbeeld, ik ben zelf Congolees, en in een beetje, om het breed te trekken, in de Afrikaanse gemeenschap was het altijd erg een ding van, ga niet met iemand uit Curaçao, want die zorgen niet voor hun kinderen. Vaders, ze zorgen niet voor hun kinderen, dus beginnen gewoon geen relatie aan. Ook niet met Surinamers, hetzelfde verhaal. Ik weet niet of jullie die uitspraken kennen. Mm-hmm. Ja. Ja hoor, ja? Die ken ik wel. Ja. Gehoord vanuit je eigen cultuur? Of? Beide, daarbinnen en daarbuiten heb ik het gehoord. Ik heb het inderdaad ook vaak wel uit West-Afrikaanse hoek heb ik het zo gehoord. Maar eerlijk gezegd ook van Surinamers en Antillianen zelf. Ik heb echt wel eens gehoord van ja, weet je, ja, misschien is het wel beter om gewoon met de witte man te gaan. Want ja, die zijn gewoon betrouwbaar. Ja. Very harmful stereotype. Ja. Waar ik het echt absoluut niet mee eens ben. Zit dan wel iets achter of zo? Uit zo'n uitspraak zit wel een soort van pijn of misschien een individuele ervaring. Maar ook misschien toch een soort van gezamenlijke ervaring. Ja, ik denk dat we allemaal weten wat die gezamenlijke ervaring is, toch? En dat is? Men are trash? Je moest eruit, sorry jongen, sorry. Slavernij van. Ja, toch, denk je? Ja, definitely. Want? Definitely. Omdat in die tijd, ik probeer het even, hoe kan ik dit samenvatten? Man, je werd als het was verdeel en heers, weet je. Als man werd je ook weggehouden bij je family. Mm-hmm. En daar is dat narrative ook heel erg sterk ontstaan. Wat ik al eerder zei, toch? Hurt people, hurt people. Dus het is generaties doorgeven. Het is niet zo ver terug. Hè? Mm-hmm. Voor de mensen die kijken, in mijn geval, mijn oma, die nu nog in leven is, is opgevoed door haar oma. En haar oma was een slavin. Ja, tot slaaf gemaakt. Ja, tot slaaf gemaakt. Ja, beter inderdaad, tot slaaf gemaakt. Dus het is heel dichtbij allemaal. Ja. En juist omdat het zo dichtbij is, vraag ik me af van, als we terugkomen op rolmodellen, hoe vullen wij die? Hoe zien we, nou het is, weet je, we hebben vaders zeggen we, het is niet alleen een probleem dat ze, weet je, tuurlijk afwezigheid is er, maar hoe vullen wij zo'n vaderrol? Wat is een vader? Dat is voor iedereen anders, toch? Dat is voor iedereen anders, man. In mijn geval is het de fysiek zijn, sowieso, maar ook emotioneel aanwezig zijn, weet je. Maar ook gewoon bijvoorbeeld, ik mocht bijvoorbeeld nooit huilen.
Mm-hmm. Weet je, dat juist. Was gewoon... Ja. Alles was wel gedempt. Mocht blij zijn, maar niet te blij, want dan ben je aan het uitsloven. Boos zijn, dat was een emotie, die mocht niet. Wat loop je boos te doen? Want dat, weet je, dat mag niet. Ja. Je mag niet huilen, gewoon even tone it down. Hè. Alles gewoon gedempt. Ja. In kaders allemaal. Heb je van je vader mee? Sowieso, gewoon iedereen thuis. Mijn moeder en mijn vader. Mm. Weet je toch? Als je klappen kreeg omdat je iets deed wat niet mocht en ik ging huilen... Ik ga je iets geven om te huilen. Dus. Ja, precies. Ja, man. En als je dat dan meeneemt, dan huil je sowieso niet. Want huilen is sowieso fout. Want dan krijg je klappen. Weet toch? En als je volwassen bent, dan ben je nog steeds op een... Je huilt niet. Mm-hmm. En nu met mijn kids. Ik heb mijn oudste zoontje 4. Laatst had hij zich gestoten. En dat ging hij gewoon huilen, weet je. Mm-hmm. En ik liet hem gewoon huilen. En hij zat bij mij op schoot. En opeens moest ik ook huilen, man. Oh. En dat was gewoon puur het moment van shit, man. Dit had ik gewild toen ik 4 was. Mm. Ja. Weet je, dus dat is een specifiek ding. Dat is een specifiek ding. Zo probeer ik het zelf in te vullen, weet je. Ja. Maar ja, dat is ook voor iedereen anders. Want iedereen gaat vanuit zijn of haar eigen ervaringen denken van... Hé, wat heb ik meegekregen dat ik mee wil geven? Wat heb ik meegekregen dat ik niet mee wil geven? Wat heb ik gemist? Gemist. Ja. Snap je? Dus iedereen zit ook in zijn of haar eigen journey, weet je? Ja. Maar daar zit ook wel een gevaar in natuurlijk. Want je projecteert eigenlijk je eigen behoeftes op die van het kind. En het juiste om te doen, om het maar even te zeggen, zou zijn om te kijken van wat heeft het kind nodig. En dat is heel erg lastig, zeker als je meerdere kinderen hebt. Ja. Ieder kind heeft weer wat anders nodig. Nee, als ik naar mijn kinderen kijk, dan denk ik ook in mezelf van ja, weet je toch? Ik weet 100% zeker dat zij dingen mee gaan nemen. Dat ze gaan zeggen, zo ga ik echt niet als mijn moeder zijn. Of 100%. Ik zelf kijk soms naast en ik denk, deze maar niet. Maar. Nee. Maar als ik kijk naar vaders, weet je, dan denk ik ook van... ik kan bijvoorbeeld niet wachten. Nou, ik moet wel wachten. Maar ik ga heel erg blij zijn, dat is wat ik wil zeggen. Ik ga heel erg blij zijn wanneer mijn zoon vader wordt. Mm-hmm. Ik heb echt een beeld voor ogen van hoe hij gaat zijn als vader gewoon. Ik zie gewoon die liefde. Terwijl... Zijn vader en ik zijn uit elkaar gegaan toen hij 4 was. En de onvolwassenheid in mijn gedrag heeft er echt voor gezorgd dat... en in die van zijn vader ook, laat me dat ook even erbij zeggen. heeft ervoor gezorgd dat, dat wij heel lang geen communicatie hadden met elkaar. Gewoon letterlijk niet, hè. Wij hebben een keer in een winkel gestaan. Mensen zouden denken dat we 2 vreemden van elkaar waren. Mm-hmm. En... Ja, dat we elkaar niet kenden, maar we hebben samen een zoon. Mm-hmm. Maar hij kwam wel ieder weekend zijn kind halen en de vakanties was hij daar. En op het moment dat er bijvoorbeeld iets was met school, dan belde ik zijn vader wel op van hey, dit of dat speelt. Meestal bij de, weet je, wanneer er bijvoorbeeld echt discipline bijgebracht moest worden. Mm-hmm. Maar voor de rest hadden we geen contact met elkaar. We hebben naast elkaar gezeten toen hij zijn diploma-uitreiking had. En dat was echt like child, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Maar had hij op een gegeven moment, hij was wel aan de beurt om zijn diploma op te halen. En we zaten naast elkaar, want hij mocht maar 2 personen. En nou, hij kwam op het podium en klappen. Zijn vader ging klappen, ik ging nog harder klappen. Ik ging staan eigenlijk. Het ging helemaal nergens over. En we waren er alle 2, maar we waren er voor hem. Ja. Ja. En toch, als ik terugkijk en met hem in gesprek ga en hem vraag van, hey, weet je... In onze onvolwassenheid, weet je, hebben we toch wel geweten van oké, het contact moet er zijn. Maar ja. Hoe heb jij dat ervaren? Heeft hij tegen mij gezegd van mam, ondanks het feit dat ik wel altijd bij mijn vader was. En hij is nog steeds en hij speelt een hele grote rol in zijn leven. Miste ik wel gewoon die communicatie tussen jullie als ouders. Ja, ja. Dat gewoon, ja man. En dat is ook een stukje lekker. Ja. Dus dan, ja, dan denk ik van weet je, het dreunt zoveel door op... verschillende vlakken. Ja, dus jij zegt communicatie tussen ouders. Had jij dat ook? Ik had het ook, maar bij mij was het... Mijn vader die sprak altijd heel negatief over mijn moeder. Dus ik kon hem eigenlijk alleen maar zien als de man van mijn moeder en niet mijn vader. Ja, ja, dus ja. Daar ja. ging het waar was gewoon die error. En hij was ook heel abusive. Maar dat was gewoon waar het fout ging. Ik kon hem niet meer zien als mijn vader. Ik heb een beetje een soortgelijk als wat je zegt. En mijn behoefte is, ligt hem los van wat we al eerder zeiden, dus emotioneel en zo, is dat het een unit, dat je een unity, een front kan vormen. En dat is regardless of jullie bij elkaar zijn of niet. Gewoon wees in elk geval een team in het opvoeden. Ja, want ik denk dat er vaak ook is de gedachte van als iemand gescheiden is,
dan is het automatisch, zijn we uit elkaar. Maar je kan nog steeds samenwerken. Ja. Je moet samenwerken. Ja. Dat vond ik ook gek om te zien hoor. Ik weet nog dat ik als kleine boy, mijn ouders zijn dus gescheiden toen ik jong was. De scheiding was heel moeizaam en dat had eigenlijk voornamelijk te maken met mijn vader. En dat zag ik toen al en dat ben ik blijven zien eigenlijk. En ik weet dat ik het heel gek vond als ik dan om me heen keek naar... En het was voor mij heel erg een item, want ik voelde me gek, weet je. Ik dacht, ja, er is iets mis met mij, want mijn vader is niet meer samen met mijn moeder. Maar toen zag ik later ook vriendjes en vriendinnetjes die ook gescheiden ouders hadden. En waarbij papa gewoon thuis kwam en ze gewoon met elkaar spraken. En I was like, what? No war? I was bracing myself. Nee, er gebeurt niks. Oké, en het is sad, want ik kan er nu grap over maken. Ja, maar ligt het soort van, weet je, als een vader dan afwezig is, ik lijk te horen een beetje van dat het ook heel erg ligt aan de communicatie van de ouders. Is ook zo. En de volwassenheid. Ja. Dat ook. Volwassenheid gewoon. Hoeveel van, ik ben bijvoorbeeld moeder geworden toen ik 20 was, weet je. Ik dacht dat ik er klaar voor was. Weet je, I did a good job. Mm-hmm. Maar ik heb wel zoiets van, hoe volwassen ben je om te beseffen dat het niet alleen maar is dat je kind gaat voeden, normen, waarden bijbrengen, noem maar op. Nee, het is ook het voorbeeld stellen van, opvoeden, grootbrengen is eigenlijk mezelf echt wel op de derde plek zetten, vierde plek zetten, boven al die behoeftes van mijn kind, mm-hmm. weet je. En tegelijkertijd, heel krom, heel dubbel, mezelf ook op die eerste plek zetten. Want als ik niet goed voor mezelf ben, kan zeggen. Ik niet ik vind dat, maar die behoeftes, ik moet ze kunnen zien, ik moet kunnen prikken. En hoeveel van ons zijn eigenlijk nog niet volwassen genoeg op 23, 20-jarige leeftijd, soms 25-jarige leeftijd, en worden dan ouder? Ja. Dat is waar, maar ik denk niet dat leeftijd altijd een ding is, want mijn vader was 35, misschien zelfs 40, volgens mij. Dat wil ik net zeggen. Als je jonger bent, dan is het sowieso dat je gewoon bepaalde dingen nog moet meemaken, bepaalde ervaringen moet hebben. Ja, but you can learn along the way. How you deal with them, ja, precies. En het ding is, je hebt nou eenmaal een kind. So you gotta deal with it. Je weet toch, je kan niet tegen je kind zeggen, hey, ik kom over 5 jaar terug, weet je. I'm gonna work on me, en dan kan ik die pa zijn die jij nodig hebt. Maar stel dat je dat wel zou doen. I got to learn along the way. Mijn kids staan niet 5 jaar op pauze. Nee, snap ik. Maar toch, soms in de ochtend denk ik wel van, geef me even een ochtendje. Mm. Geef me even die pauze. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel een hele boss move. Als jij kan beseffen dat er op dat moment zoveel werk voor jou aan de winkel is. En dat je mogelijk in die 5 jaar meer schade toebrengt aan dat kind. Dan dat je er niet zou zijn. Ik snap het. Ik denk dat er twee kanten aan zitten, man. Ja, want het kan inderdaad. Soms is het beter om inderdaad om jezelf terug te trekken. Maar je kids zijn niet op pauze. Want ik kan me ook voorstellen dat het als kind een heel erg inspirerend kan zijn om te zien hoe die vader door dat proces heen gaat. Terwijl die het nog in de eerste instantie voor zichzelf is. Misschien ben je deze tijd er minder aanwezig voor mij. Maar I see you. I see you working. I see you struggling. Maar hoe heeft dat voor jou gewerkt dan? Wat precies? Nou, hoe heeft dat voor jou gewerkt? Want ik bedoel, van, kijk, je vader heeft ook in zijn proces gezeten, weet je. Dus was het inspirerend om dat mee te maken? Nou ja, het is uiteindelijk inspirerend geweest, uiteindelijk. Maar ik heb er ook heel erg een complex aan overgehouden. Omdat hij ook niet communicatief vaardig was daarin, snap je? Hij kon niet, hij is heel rigid, snap je? Het is gewoon, dit is het en... Hij heeft niet de tools om te relativeren. Dat moest ik later gaan zien. Dus voor mij persoonlijk is het pas veel later inspirerend geweest. Op het moment zelf, was het vooral harmful. Mm-hmm. Ja. Dus uiteindelijk, weet je, ik geloof, het is misschien een beetje zweverig, maar ik geloof echt serieus dat we, en dat is een volgende topic maybe, maar dat we onze eigen ouders uitkiezen en dat de journey die we daarmee doorlopen. Ik ben 100 met jou daarin. Dus de manier hoe het gaat, weet je, draagt ook echt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Mm. Neemt niet weg dat je wel moet kunnen blijven zien waar voor jou de trauma's zitten en waar voor jouw werk aan de winkel is. Juist. Weet je? Want die vader is de spiegel, weet je. Maar leren wij dat hè, vanuit onze eigen familie, maar ook gemeenschap, van voordat we vaders worden, hoe moeten we een vader zijn?
Leren we dat in onze gemeenschap? Want we hebben het over die zelfontwikkeling inderdaad. Mm-hmm. Van hé, je moet aan jezelf werken. Maar hebben wij die fase? Maken wij die fase mee dat we dat leren? Voordat we überhaupt ouders worden? Ik denk dat je gewoon leert. Je leert gewoon wat je ziet. Of wat je niet ziet. Snap je? Ja. Dat is gewoon wat je leert. Je gaat niet naar een school of zo. En mijn vader mijn ouders zijn nog steeds getrouwd, maar mijn vader ging me niet vertellen. Hey, later als je vader hoort. Die deed gewoon, snap je? En dat neem ik gewoon mee, weet je? Emotioneel wel wat meer afwezig, maar hij was er wel elke zaterdagochtend van mijn 5e tot mijn 17e langs de lijn voor voetbal, weet je? Ook toen ik allang alleen naar voetbal kon. Ja. Toen kwam die man nog steeds kijken en het was eigenlijk niet dat ik bij Feyenoord speelde. Mm-hmm. Dus daarvoor hoefde die niet te komen zo van, hey, kijk, mijn zoon kan eraan gaan voetballen, weet je? Ik kon er niks van. Maar hij kwam gewoon kijken omdat ik zijn zoon ben. Mm-hmm. Weet je? Leer je het. Ik denk dat het, als ik gewoon voor mezelf praat, het is gewoon hoe je zelf in het, hoe stevig je staat, weet je? En dat zijn dingen die ik uiteindelijk meeneem in mijn vaderschap. Weet je, ik ben in mijn eigen spirituele groei en journey, weet je. Maar hoe stevig je zelf staat, dat is natuurlijk die fundering die je van huis uit hebt meegekregen, is daar heel erg bepalend in. En op een gegeven moment, ik ben op een leeftijd gekomen dat ik ook voorbeeld ben, en ik ben niet de enige hier, maar dat ik voorbeeld ben voor mijn ouders, snap je? Nu, ik kan ook raadsman zijn, het is niet alleen maar raad vragen, het is ook laten zien hoe het anders kan. Ja. Dus ja, ik geloof nog steeds dat we ook onze ouders wel kunnen inspireren om... Ik vind het ook wel mooi wat je zegt van raad vragen, maar denk je dat we dat ook hebben? Dus de mensen of mannen, eigenlijk mannen om ons heen, om die raad te vragen in onze gemeenschap? Als ik in mijn eigen omgeving kijk, wel, maar ik weet ook dat... Het is ook, er is ook heel veel ego in ons. Het is een macho cultuur, toch? Mm-hmm. En ik weet dat als ik als kleine boy mijn pa iets wilde vertellen, waarvan ik dacht, ja, maar I actually researched it. En dan dat hij dan op een gegeven moment zei van, ja, nee, het is blauw, terwijl ik weet dat het rood is. Yeah. En dan was het gewoon, het uiteindelijke punt is, nee, het is blauw omdat ik het zeg, ik ben ouder dan je, snap je? Ja, dat het een powerplay wordt. Ja. En we moeten ook dat stukje ego opzij durven te zetten en gewoon durven accepteren van, hey, het is gewoon wat het is. Voordat we overgaan naar de oplossingen voor in ieder geval de afwezige vaders in onze gemeenschap, ben ik wel benieuwd naar een uitspraak die soms de vrouwen maken uit onze gemeenschap. Die zeggen van, weet je, ik ben een alleenstaande moeder en vader speelt geen rol meer. Ik ben de vader en de moeder. Denken jullie dat het mogelijk is? Je bent geen vader en moeder. Dat kan niet. Je kan niet de rol van een vader overnemen. Hoe graag je dat waarschijnlijk inderdaad ook zou willen. Want ik denk dat het ergens goed bedoeld is. Ik denk dat die behoefte dus voortkomt uit van, hey, mijn kind heeft waarschijnlijk echt last hiervan, van het feit dat de vader niet aanwezig is. Dus ik ga proberen om beide rollen te vervullen, maar dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Als dat kon, dan kon je ook een kind in je eentje maken. Dat is gewoon niet mogelijk. Je moet het denk ik ook niet willen. Ik denk dat je gewoon moet proberen om de beste moeder te zijn die jij kan zijn. En dat vadergedeelte, hopelijk kunnen ze dat ergens anders uithalen. Misschien een oom of een neef of een oudere broer. Maar je kan niet beide rollen vervullen. Zo werkt het gewoon niet. En je sluit daarbij ook potentie dat de vader wel weer in hun leven kan zijn buiten. Ja. Want ik heb allebei de rollen, dus ik hou vast. Het is een soort van bezit. Misschien dat iemand anders... Een stukje bescherming, weet je wel. Omdat je zit ook in een situatie waarvan je het anders zou willen zien. Maar je weet niet hoe, dus. Ja. En je hebt ook geen tijd om even pauze te nemen, even te reflecteren van hoe ga ik dit nou eens een keer aanpakken? Het is you hit the ground running. Je weet toch, het is gelijk. Ja. In de moment terwijl je bezig bent, moet je bijsturen, maar de auto rijdt al. Ja. Dus ja. En hoe kijken we dan naar, om die stereotypes toch te doorbreken? Hoe kunnen we dat doen? Ik denk ook door iets, een stukje erkenning denk ik sowieso. Erken dat het er is, maar dat betekent niet dat het dat er een stereotypering is. Maar dat het niet een uiteindelijke waarheid is, dat het ook anders kan. Maar ik denk dat met acceptatie, als je iets accepteert, kan je het ook veranderen. Dan maak je het van jou.
Maar het betekent niet dat het, weet je toch... Dus acceptatie dat het probleem er is. Dat het probleem er is, ja. Maar en ik vind het ook heel moeilijk om het over één kant te scheren, weet je. Dat, want het is in alle black communities the same. Is dat zo als je zegt het probleem is er? Nou ja, wat is het probleem? Ik denk dat als je zegt het probleem is er, dat klinkt voor mij als... Absoluut? Ja. Ja? Ja. Dan zeg je niet de problemen, dan zeg je het probleem. Okay. Dan is het eendimensionaal. Dan is het één probleem. Wat ik wel zou willen... Het is niet per se waar ik in geloof dat er maar één probleem is. Maar ja, dat is wel wat ik... Wat ik denk dat het gewoon sowieso gewoon... gewoon meer in gesprek gaan. Vaders onderling, weet je wel. Dat lijkt me wel gewoon heel sterk. Ja. Want ik merk het gewoon als ik gewoon met medevaders in mijn omgeving spreek... dat daar behoefte aan is. Ik ken voorbeelden van gasten die dan ook weer met andere vaders praten... Juist. Die uit elkaar zijn met de moeder van hun kinderen. Dat ze daar geluiden horen als van... Ja, maar is gelijk klaar, hè? Je bent gewoon collega's. Je toch? Ze moet niet biggie doen. Yeah. En hij is iets van... Yo, maar wacht, ze is wel de moeder van mijn kind. Ik kan niet. Ja. Maar hij gaat aan zichzelf twijfelen. Ik heb zoiets van... Nee, man. Het is de moeder van je kind. Je toch? Ja, die love moet tot op zekere hoogte moeten gewoon altijd zijn. In ieder geval, het respect moet er gewoon altijd zijn. Mm-hmm. Weet je? En... Als je gewoon gaat praten met elkaar, maar ook gewoon, weet je, ook al ben je wel samen met de moeder van je kinderen of van je kind. Gewoon, het is ook gewoon zwaar, ouderschap in general. Ik denk los van dat we individueel echt het werk moeten doen, man. Echt die journey naar binnen durven te maken. En facing the demon. Waarom heb ik dat gedaan? Wat zijn die trauma's die ik nog niet heb? Maar praten met elkaar, dat kan soms die spiegel zijn. Ja, snap je wel? Want jij gaat, definitely. Ik ga dingen zeggen van ik heb het gedaan. Ik weet niet, weet je. En dan kan jij mij vragen stellen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Die bepaalde dingen bij mij gaan triggeren, waardoor ik dieper kan graven. Ik weet alleen, ik heb het gedaan. Snap je? En door jouw vragen kan ik... Oh ja, maar waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Kan je weer reflecteren. Je moet er wel open voor staan. Verantwoordelijkheid nemen is hoor. Je moet er zeker open voor staan. Al een paar stappen terug, weet je? Ik bedoel, ik hoorde jou ook net zeggen van... of Chris... Ik weet het niet meer zeker. Iemand. Ja, die hoek. Deze hoek was het gewoon. Linkerkant. Nee, maar dat in ieder geval dat het heel belangrijk is om... Nou ja, sowieso die communicatie is heel erg belangrijk. Maar wat ik... ik ben mijn punt kwijt, maar wat ik in ieder geval wilde zeggen... is ik denk dat we een paar stappen naar voren moeten gaan. Ja, het ging om de dat bescherming. Dat ook verantwoordelijkheid ook. Ja, want die bescherming... die kwam bij jou vandaan volgens mij. Van, ja, is het misschien een stukje bescherming? Zelfbescherming, vanuit, ja. Bijvoorbeeld die moeder om te zeggen bijvoorbeeld van ik ben vader en moeder tegelijk. Weet je? Ik vraag me eigenlijk stiekem af of het niet een stukje weglopen van eigen verantwoordelijkheid is. Mm-hmm. Om dat te benoemen. Want jij hebt die man uitgekozen als vader van jouw kind. Dat betekent, weet je, dat jij ook niet voldoende vooronderzoek hebt gedaan naar wat voor soort type man en wat voor soort type vader het is. Hebben jullie überhaupt gesproken over het krijgen van kinderen, over het ouderschap? Mm-hmm. Ken je die man goed genoeg om te weten hoe hij dealt en hoe hij is in situaties wanneer het moeilijk wordt? Je weet dat er heel veel situaties zijn die waar vrouwen, of even specifiek vrouwen zullen zeggen nee, want het was... eenmalig, of we waren in een fling, of in een... Of we waren jong. Je weet toch, we waren jong. Nee, dus de zeeën van niet... Nee. Ik zeg alleen van, het is niet iedereen heeft die staat van bewustzijn gehad. Maar zouden we dat niet moeten hebben, want vervolgens... Ja, maar dat is idealiter gesproken, maar die kinderen, er zijn nu ook gewoon kids. Ja, maar we hebben het nu over oplossingen. En ik ben het wel met je eens dat die verantwoordelijkheid inderdaad niet alleen bij een man ligt, maar ook zeker bij een vrouw. Ja. Ik heb bijvoorbeeld gesprekken gehad met vriendinnen. Dus zeggen ze, ja, ik ben met een guy aan het daten. Ja, hij heeft 6 kinderen van 3 vrouwen. Why are you dating him? Ja. Weet je, dus inderdaad, ik ben het wel echt met Luus eens van, die verantwoordelijkheid ligt ook bij de vrouw. Ga een paar stapjes terug en kijk inderdaad of jij echt zin erin hebt om babymama nummer 4, 5, 6, 7, 8 of wat dan ook te worden. Maar dat is niet altijd het geval. In sommige gevallen is dat inderdaad waar. En dan kan je zeggen, yo, ik weet niet. Maar als we naar oplossingen kijken, is dat ook een deel van de oplossing. Ja, want daar ben ik het deel. Het is soms ook gewoon kijken naar een situatie met... Weet toch, met de kennis van nu. Terwijl sommige mensen zijn 2021. Dan kan je inderdaad wel... adviseren van, je toch, kijk naar hiernaar en kijk daarnaar, maar je kan niet gelijk samen afstraffen van, ja, jij hebt die guy uitgekozen. Ja. Nee, maar het is wel afstraffen, het is in de spiegel kijken en je verantwoordelijkheid nemen, want jij hebt die guy uitgekozen.
Ja, oké. Nee, maar het is ook wat ik jullie. Sorry, ik moet wel echt even door. Sorry, guys, we moeten het echt afsluiten. Ik hoor verschillende dingen. Ik hoor verantwoordelijkheid nemen. Ik hoor met vaders in gesprek gaan. Het is sowieso die educatie, maar ook wat jij zegt, Ivan, over die ontwikkeling. Dus naar jezelf kijken, die reflectie. Die is heel belangrijk. En die dingen moeten we ook meenemen. En hierbij gaan we het gesprek afsluiten. Ik tel tot 3 en dan gaan we ademen. 1, 2, 3. Dankjewel, guys. Ja. Hallo, mijn naam is Whitney en ik ben de host van de talkshow Adem. Bedankt voor het kijken van de episode. Willen jullie meer informatie, kunnen jullie naar onze Facebook en Instagram gaan. @AfroDutchPowerhouse. Willen jullie meedoen aan de show, kunnen jullie ons een berichtje sturen. Tot ziens.